wat er allemaal te doen is op het festival Vira Taraga. En hoe de sfeer is, hoe alle zakelijke evenementen zijn en hoe, de voorstellingen zijn. We zijn in Tarrega. Tarrega is een klein plaatsje in Spanje, in Catalonia. En dat ligt op 100 kilometer van Barcelona als je recht het land in rijdt. We hebben een hele leuke formule bedacht. Bij andere Nederlandse festivals doen we bijvoorbeeld onderzoek. Maar hier hebben ze een probleem. Zij zijn hier Spaans, Catalaans eigenlijk. En zij hebben een Twitter account waarmee ze alleen maar Catalaans en Castellaans uitzenden aan hun volgers. Niet Engels dus. En dat stukje dat vullen wij in. Ja, de indruk van Tarrega tot nu toe is leuk. Het is een klein plaatsje, we hebben gisteren eigenlijk een beetje ontdekt. En we zijn begonnen bij de openingsshow en dat was echt onwijs spectaculair. Vandaag gaan we verder met twitteren. Gisteren waren er nog een paar kleine opstartproblemen. Maar dat gaan we nu weer helemaal oppakken. En we hebben om 12 uur de eerste voorstelling hier vlakbij. Het leuke aan deze reis is voornamelijk de uitwisseling, het contact komen met mensen, een stukje ook wel tweeten zeg maar, wat erbij komt kijken, toch wat verder ontwikkelen en kijken wat je daarmee kan en wat je bereik daarmee is. Het is voor mij echt een beetje waar je naartoe leeft. Het is een netwerkevenement, maar het is ook waar je eigenlijk je inspiratie vandaan kan halen voor je verdere loopbaan, eigenlijk wat je mee wil gaan doen. En welke kant je precies op wil, want je hebt hier eigenlijk allemaal mogelijkheden. Aanwezig zijn is een festival wat het met zich meebrengt. Vooral dat je ziet wat voor sfeer het is, het verschil met Nederland. In Nederland is alles best wel strikt. Wat ik vooral heb geleerd is dat ik minder bang moet zijn voor het netwerk, want dat is wel iets wat mij altijd tegenhoudt. Het is moeilijk om op iemand af te stappen, dus ja, dat leer je wel met zo'n evenement. Het is makkelijker en de mensen zijn wat opener hier. Tarrega. We always talk about it with the three F's. Tarrega is a fair, a festival, and a festivity. And I think this is something that we needed in this Twitter time, because now there's been a lot of people following Fira, not only here, but everywhere. I'm happy of the results of this year, as all the years you've been coming, because I see that coming to Tarrega makes the students see the festival from the inside and the outside. Every year, we develop within Holland University, we develop the project even better. And I think it's been 4 or 5 years already, and my belief is that this has already been the best year of all. And we need somebody we can rely on. And I can really tell you that the group organized by Holland is very good. I want to keep this level of quality. And I think the students, every year, they know better where they come and they take better results at the end.